Zit de boetje komen. Ja? Hoezo? Staat hij erop? Origineel of... Nou, het is in ieder geval een originele, reproduction. Reproduction. Sorry. Zonder de bijbehorende plaat, maar het is... Hallo? Evenveel, ja, het is niet zoveel geld waard natuurlijk als... Als echte? Als die in die tijd is verschenen toen. Mm-hmm. Maar hij is wel heel identiek aan het origineel, want dan had je zeg maar ook dat het is wel ook pas geplakt, hè? Ja? Op een bepaalde manier. Is het precies zo? Ja, wat is precies, maar in ieder geval... Ja. En natuurlijk de achterkant ook, hè? Gewoon, goeie business, hè? Ja. Oké, nog commentaar? Hè? Nog commentaar? Ik weet het niet. Geen commentaar? Ik heb ja, moet je de andere zien? Welke andere? Welke andere? Daar kan ik niet bij, hè? Kan je niet bij? Hoezo? Staat hij daar dan? Oké. Okay. Hoe is dat dan? Dan stoot je hoofd niet in de lamp, hè? Op een gegeven moment die placement cover. Ja? Eigenlijk ook al even legendarisch, maar natuurlijk minder waard. Tenminste, in de zin als het geen. Want wat ze deden, met een aantal van die exemplaren, dat plakten ze gewoon eroverheen, hè? Ja, ja. Over die budgetkoppen. Dus dan gingen ze pielen. Ja. Dus ik denk, het zou kunnen zijn dat hij hier gewoon ook onder zit. Ja? Dat weet ik niet. Maar ze hebben het zo gemaakt, weet je wel. Dat een beetje. Maar dit zou ook een. Gewoon een. Een cover kunnen zijn? Een reissue. Maar wel uit 71. Want het is Apple. En toen deze plaat werd uitgegeven. Ja. Was Apple er nog niet. Dus. Ik ben benieuwd. Ja. Maar in ieder geval. Dat was het? Ja, dat was het. Oké. Okay.